Ik heb veel meer plezier gehad met die krikken of stikken. Paulien de Krikken? Ja. Dat hij er vandoor moet? Kijk, dit is nou gewoon te wijten aan het feit dat overal vrouwen in topfuncties moeten. Want... We hebben de bejaarden net gehad. Nu zijn we de vrouwen. Nee, kijk. De vrouwen zijn aan het beurt, hoor. Nee, kijk. Amsterdam heeft een burgemeester. Niet één Amsterdammer buiten een paar van die linkse groenlinksers. Die wilde haar, maar voor de rest wilde geen Amsterdam. Geen Amsterdam, maar deze burgemeester. Maar die Paulien Krikken, die moest dan ook weer een vrouw... Wordt deze dame in beeld gebracht? Dat vind ik niet zo aardig. Dat, zij weet er helemaal, daar kan er niks te doen. Dat, nou, die ziet er een stuk beter uit dan Paulien Krikken. Ja. Ja. Maar, kijk, als je een vrouw benoemt in een grote stad als Den Haag... dan kijk je even waar ze gefunctioneerd heeft. In Arnhem was het een ramp. Ze werd daar uitgekotst. De hele gemeenteraad die was opgelucht dat ze opsodemieterde. Toen heeft ze het Scheepvaartmuseum in Amsterdam heeft ze op poten gezet. Nou, daar waren ze ook blij dat ze ging wieberen. Wat ze als wethouder in Amsterdam gedaan heeft, weet ik niet zo goed. Maar alleen al als je het in Arnhem niet goed doet... waarom zou je het in Den Haag dan wel goed doen? Dus ik vind dat echt het gevolg van die onzin. Je moet de beste burgemeester in Den Haag hebben. En of dat nou een vent of een vrouw is... Pechtold wordt onder andere genoemd, zou het zijn. Pechtold zou een uitstekende keus zijn. Ja? Ja. Ja, echt waar. Ja. Ja, als je maar geen burgemeester van Meppel maakt. Nee, dat is echt wel minder. Ze deed het trouwens via Instagram. Dat was wel weer heel modern eigenlijk, Paulien Krikken. Het valt mij zwaar. Maar ik wilde jullie als eerste vertellen, inwoners van Den Haag. Ik heb zojuist de commissaris van de Koning verzocht mij per onmiddellijke ingang ontslag te verlenen. Ik ben met hart en ziel burgemeester van Den Haag geweest. Dat is toch lief? Ja, dat is lief. Dat is toch lief, zeg. Ja, absoluut. Ja, is ze ermee gestopt nu? Nou ja, ze had ook geen andere keus. Want ze had gewoon het vertrouwen van de gemeenteraad niet meer. En na dat paas of dat kersthuur toen het oud en nieuw, dat was al een heel... Ja, dat was natuurlijk verschrikkelijk dat die hele wijk had af kunnen branden. Ja. Omdat zij, dan moet ik zeggen dat de commissaris van de politie ook niet vrij uitgaat. Die had ook moeten zeggen, hey Krikken, luister eens even, dat kan helemaal niet. Hè? Nee, Krikken, dit gaat te ver. Het vuur was maar al na aan de schenen gelegd, zei ze ook nog voor. Geen goede naam, hè? Nee. Krikken. Nee. Maar die ligt voorlopig niet te krikken. Dan voel je hem op een kwartier aankomen en hij maakt het toch, hè? Het is toch niet zo. Ik vind het zo ordinair. Ja. En dan zit ik vanavond in de auto naar huis en dan heb ik anderhalf uur om na te denken. En denk, waarom doe ik dat toch? Waarom doe je dat dan? Nou, je zet jezelf neer als een oude, vieze, afstandse man. Ja. Nog even, je loopt zo nog het veld even, op. Dan ga ik met FC Groningen het veld op. Ik denk dat er vanavond een paar bejaarden jou staan op te wachten. Daar. Het zou me niks verbazen, hoor, dat ze even een verhaal komen halen. Zou mevrouw Krikken kijken naar dit programma? Die kijkt altijd. Die mist niet één aflevering. Ja? Ja, ze is enorm fan van jou. Download nu de Veronica Insight app en dan zien we elkaar daar.